Vandaag moet ik een race doen tegen Alex in Minecraft. Namelijk hebben we beide een Silk Touch pickaxe gekregen en moeten wij hiermee elke ore gaan verzamelen in Minecraft zelf. Dus coal, iron, copper, gold, emerald, diamond en zelfs netherite. En de winnaar die mag alles houden voor zichzelf. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video, want dan krijgen wij allebei alvast één oor door jullie. Wow, we hebben beide een emerald oor gekregen. Dankjewel. Wow, we hebben zoveel geluk. We hebben allebei alvast een emerald oor gekregen door de kijker. Oké, dat betekent dat we nog een paar oors moeten verzamelen. Maar ik zie hier een ender chest staan voor jou en eentje voor mij natuurlijk. Dus laten we die eens even gaan openen. Want we moeten dus zometeen een race doen tegen elkaar. Wie als eerste alle oors vindt in Minecraft. Oké. En hiervoor hebben we trouwens 20 minuten de tijd. Wow, oké, dat moet zeker lukken. Oké, ik ga kijken wat ik heb. Ik ga kijken wat ik heb. Eens even kijken, ik heb obsidian. Hey, Dennis, dat is mijn kist. Alex, een ender chest is overal hetzelfde. Dit is je eigen kist, oké? Oh, dus wacht, dit is hetzelfde als... Ah! Zo werkt een ender chest. Oké, dan ga ik hier kijken. Nee, dit is mijn kist. Dennis, het is hetzelfde. Ik heb een netherite sword en Dennis pickaxe. Nou weet ik zeker dat deze van mij is. Ik heb een schep. Ik heb een Alex pickaxe. Oh, we hebben full netherite gekregen. Wow. Oké, dan zijn we tenminste wat is dat gedaan? Alex, dat is als je netherite hebt gekregen. Ik heb per ongeluk... En torches en wool. Wat ik doe is, ik doe de emerald oor mooi in de enderkist. Zak ik met silk touch. En dan gaat de tijd in. Alex, succes! Doei! Hoe dan moet ik deze ook meenemen, zeker? Oké, we moeten dus elk oor gaan verzamelen. En we hebben dus heel wat netherite tools. Dus ik ga meteen al naar beneden graven. We hebben gelukkig een hele goede pickaxe gekregen. Want er staat letterlijk efficiëntie 5, een breaking 3 op, silk touch en mending. Dus dat is best wel een goede pickaxe. En ik hoop dat we daar zeker wat moois mee krijgen. En even kijken, die torches ga ik vasthouden. Oh, wij gaan dit makkelijk winnen. Alleen moeten we dus een paar dingen verzamelen. We moeten dus kool hebben, iron, copper, want het is 1.18. Gold moeten we hebben. Letterlijk van alles. Gelukkig hebben we emeralds al. Oké, het is echt heel erg fijn dat we die netherite tools hebben. Maar we moeten dus ook naar de nether toe voor netherite zelf. Nee, ja, dat vind ik niet zo fijn, want ik weet je eng in de nether, moet ik heel eerlijk zeggen. Oké, kom op, al dat gravel hier is zo vervelend. Nee, we gaan hier gewoon helemaal... Gaan we naar beneden graven? Ik denk het wel, dat kunnen we wel doen. Hebben we trouwens ook eten? Of hebben we dat niet? Even kijken hoor. Heb ik wat in de enderkist overgeslagen? Ik heb gewoon helemaal niks qua eten. Oké, dan. Nou, dan moet ik het zonder eten doen. Nou, maakt niet uit. Het komt vast wel goed. We zitten hier in een soort van cave. Wat is dit nou weer? Allemaal water hier. En kijk wat we hier hebben. Kopper. Kopper hoor. Check. Die doen we meteen in de ender chest. Kijk eens aan. Dan zetten we hier emerald neer. En dan hebben we hier kopper. Dus die hebben we meteen al. Dat is echt perfect. Jongens, ga dood. Dankjewel. Phew. Dat was me nog eens wat. Schep wil ik daar hebben? Oké, dit is perfect. Ik heb hier redstone nodig. Ik heb al iron, ik heb al coal en ik heb al emerald. Wow, kijk al dat water. Redstone! Perfect! Die moeten we hebben. Daar hebben we er eentje van nodig. Oh, stomme spin! Ga eens weg! Oké, deze doe ik gewoon op het rijtje. We hebben er al 4. We hebben ook dingen nodig als lapis, lazuli. Wat is daar? Oké, dat is geen goud. Dat is goud. Dat is perfect. Dat hebben we ook nodig. Daar hebben we er eentje van nodig. Wow, deze challenge gaat nu al super snel. Dit zijn denk ik wel echt de makkelijkste ores die we kunnen vinden. De moeilijke zijn natuurlijk diamond. Maar ook netherite. Nou ja, ancient debris. Ik zie hier wel super veel lava. En oh, daar moeten we niet in vallen. Maar vaak zie je heel vaak wel eens diamonds bij lava. Dus dat zou zomaar... Ai! Dat doet pijn! Hier, die voor je. Maar heel vaak zie je dus wel eens diamonds bij... Diamonds! Let's go! Nu al! Oh my god! Dit kan niet, dit kan niet. We hebben gewoon nu al diamonds. Ja, we moeten eigenlijk van alles vinden. Kijk! Iron, iron ore. En kom zo in de kist. Check, doen we dan lekker daar. Zo, iron. Oké, perfect. Nemen we de kist weer mee. Dan moeten we eigenlijk nog gold hebben. We moeten nog diamonds hebben. En ik hoop dat we het aardig snel gaan vinden. En volgens mij in 1.18 zit een beetje diamond op min 59. En ik weet niet waar we nu ongeveer zitten. Maar volgens mij is dit nog lang geen min 59. En gold, ik weet niet echt waar we gold kunnen vinden. Maar het gaat de goede kant op. Oké, eens even kijken. Dan gaan we deze kant op. Gaan we kijken wat hier nog zit. Oh, een spin. Ik heb nu al allemaal hongerbarden op. Ik heb niet eens eten. Dat was nog wel een groot probleem op deze manier zonder eten. Oké, laten we eerst hier kijken. We moeten natuurlijk ook redstone volgens mij hebben. Elke oor dat zeg maar een beetje zeldzaam is, zoals lapis lazuli, redstone moeten we allemaal hebben. Volgens mij weet Alex dat letterlijk niet. Tenminste, Alex vergeet nog wel eens dingetjes. Oké, laten we hier helemaal naar beneden gaan. De redstone, deze en eentje van deze. Oké, dit is het rijtje wat we tot nu toe hebben. Dan hebben we nog...
lapis lazuli nodig. En we hebben koper nodig. En koper, dat kan je best wel vaak wat hoger vinden, denk ik. Ik denk echt dat we te diep ondergrond zitten, namelijk voor koper. Alleen moeten we hier dus nog ergens lapis lazuli vinden. Oh nee, dat is een heks, dat is een heks. Rennen! Ik wil niet gekild worden door een stomme heks. Oh, lapis lazuli, ben je hier ergens? Nee, hè? Oké, misschien aan de overkant. Ik hoor die heks me ook de hele tijd achtervolgen. Maar we lopen gewoon door alsof er niks aan de hand is. Er ligt nog meer goud, dat hebben we ook niet nodig. Ik zie nergens lapis lazuli. Als jullie het zien, moeten jullie het wel zeggen, hè? Oh my god, meer diamonds! Dit meen je niet! Dankjewel, die neem ik ook maar al te graag mee. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om diamonds te vinden. Ze liggen letterlijk overal. Liggen daar nou meer diamonds? Nee, dat kan niet. Oké, dat zijn plaatjes. Nee, dat is lapis lazuli! Oké, eerst deze skeleton killen. Ah, voilà! Dank je. Oké, dan betekent dat we dit nodig hebben. Dan hebben we koper nodig en dan moeten we naar de Nether. Ik denk dat die kans daar het grootste is. Hey, we hebben hier iron, we mogen echt niks overslaan. En ik ben heel erg bang dat ik gewoon langs diamonds heen loop. Omdat ik natuurlijk heel snel om me heen kijk. We kunnen hier eventjes kijken. Het zit hier en we kunnen niet meer redden. Dat is ook een groot probleem. Oh, ik had eten moeten regelen. Heeft Alex wel eten dan? Want anders is het echt wel oneerlijk. Als ik gewoon zonder eten zit en Alex heeft wel eten. Oké, in dit soort caves kunnen meestal echt diamonds zitten. En hier zit gold. Maar daar hebben we niks aan, want gold hebben we al. Dit is wel deep slate gold ore. Maar dat maakt niks uit. We hoeven gewoon alleen maar gold te hebben één keer. En dan hebben we genoeg. En copper hebben we al. Oké, niks qua diamonds hier. Helaas. Laten we verder gaan zoeken. En ik hoop dat we meer geluk hebben aan de andere kant van de cave. Want hier tot nu toe niet echt. Alhoewel, wel best wel wat dingetjes verzameld. Maar we hopen natuurlijk gewoon op diamonds. En eens even kijken. Dit is weer een hele cave. Oké. Misschien dat hier op ligt. Oh, diamonds! Zijn jullie ergens? Hier, redstone. Redstone hebben we al. Lapis lazuli is ook goed. Hier zit een spanner. Oké, die hakken we gewoon weg. Kijk eens aan. Spanner weg. Daar zit alleen maar iron. Zo, deze moet weg. Even kijken. Misschien hier. Die schoot erop mij. Skeleton. Want ik heb die skeleton niet gevonden. Hier zit een mineshaft. Een mineshaft kunnen we ook best wel wat dingen vinden volgens mij. Dus laten we hier maar even verder gaan kijken. Laten we het gewoon voor de zekerheid meenemen al gaan we naar de Nether. En trouwens, we hoeven helemaal niet hier naar boven te klimmen. Ik heb namelijk genoeg obsidian bij me om hier gewoon al een Nether portal te kunnen maken. Dus laten we dit maar gewoon hier zo neerzetten. Deze manier. Pakken we de aansteker erbij en hoppakee, let's go! We gaan gewoon de Nether in. Waar komen we uit? Goed uitkijken. Oh my god. Oké, waar zijn we? Maar zal hij dat doen om alvast op zoek te gaan naar de Netherite? Of denk je omdat hij natuurlijk alles al heeft? En dat lijkt me sterk, toch? Het kan nooit dat hij nu al alles heeft. Lapis lazuli missen wij nog. We missen nog diamonds. Wat missen we eigenlijk nog meer? Oké, dat was niet zo best. Hij heeft sowieso eten. Dat kan niet anders. Wij moeten gewoon lopen. We kunnen niet eens meer rennen. Oké, zijn hier ergens diamonds? Dat is de enige struggle die ik heb. Lapis lazuli en diamonds. Als we die hebben, kunnen we gewoon meteen naar de Nether. Ik wil eigenlijk dit hebben afgerond voordat ik naar de Nether ga. Oké, ik ga dit gewoon hakken. Kom op, dat is 1. Dat is 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Oh my god, er is hier een Nether Fortress? Nu al. Dat kan niet, dat kan niet. Oké, we hebben dit oor tenminste ook verzameld. Maar er is hier daadwerkelijk een Nether Fortress. Hoe kan dat? Hoe kan het dat we zulke goede dingen vinden? Dit is onmogelijk, lijkt het wel. Oh nee. Ah! Oké, ik hoorde net dat Alex ook eten heeft. Dus ik heb ook eten gekregen, zoals je kan zien. Dus daar ben ik wel blij mee. Dan kunnen we tenminste rennen. Blijkbaar was Alex helemaal vergeten om mij ook eten te geven. Dat is wel een beetje oneerlijk. Maar we hebben tenminste eten, dus daar ben ik blij mee. Alleen, ik moet die diamonds hebben. Ik denk dat ik gewoon verder ga graven. Maar ik wil niet te diep graven, natuurlijk. Maar volgens mij is het diepste volgens mij min 65. En dan min 59 is een beetje waar diamonds liggen. En ik hoop dat we ergens ook lapis lazuli kunnen tegenkomen. Zit hier bij bedrock in ieder geval. Dus laten we iets meer omhoog gaan. Maar ik denk dat we hier aardig snel diamonds gaan vinden op deze manier. Vooral als we nog iets hoger gaan. En ik zag helemaal dat Alex een kasteel had gevonden en dat soort dingetjes. Dus ik weet het niet. Hij is wel lekker bezig, maar ik weet ook niet wie ervoor staat momenteel. Ik heb bij hem volgens mij nog geen diamond achievement gezien. Dan moet ik hier een blokje achter zetten. Hier! Achter staan! Oh, dit gaat niet goed. Oké. Ik denk dat dit de beste manier is om het te vinden. Gewoon de hele tijd chunks laten opblazen. Dat gaan we doen in één rechte lijn. Ik moet dus goed om me heen blijven kijken of er niet hier ergens een stukje Asian debris aan de muur staat. Oké, en dan doen we hier weer zo. Zetten we hier een bedje neer. Doen we die daar en... Bam!
Oké, okay, hebben we wat? Wat is dat? Nee, dat is het niet, hè? Oh, jammer. Onder het vuur, nee. Boven, nee. Oké, we moeten nog eventjes door. Echt niet dood hierdoor gaan. Vind hier ook weer veel meer goud. Dat is wel leuk, maar hebben we niet echt nodig. Oh nee, heel veel lava. Oké, kijk uit, Alex. Oké, ik hoor hier links van mij allemaal lava. Lava is meestal ook wel een goed teken. Is Alex nu pas gaan minen? Of heeft hij... Nee, je zult toch niet zeggen dat hij Netherite al heeft gevonden, hè? Maar nee, ik zie hier weer niks. Wat betekent dat we gewoon weer door kunnen, denk ik. Ligt er hier niks? Nee, hè? Daar is het lava. Gaan we hier op zitten? Want meestal bij lava zijn er wel diamonds, toch? Tenminste, dat was altijd eerst wel. Dus ik hoop nu misschien ook. Ik zie wel allemaal redstone, maar niet echt diamonds. Ik ga hiermee tijd verliezen. Ik weet nou alleen nog niet of Dennis nu al bij de Nether in de Nether zit. Volgens mij niet. Ik heb namelijk nog geen Nether achievement van hem voorbij zien komen. Oh nee, oh nee, oh nee, nee, nee. Phew, dat was net op tijd, oké. Okay. Ah! Ja, ja, ja! Let's go! Oh my god, oh my god. Ik ga deze challenge winnen. Ik ga deze challenge winnen. Ik kan dit. Oké, ik moet ervoor zorgen dat het niet verbrandt. Oké, ik heb er één. Ik heb er één! En dan doen we die in de ender chest. En dan hebben we alles. Ik zie hier ergens. Ik zie hier helemaal niks in deze cape. Wat is dit allemaal ook? Diamonds, hallo! Oh, Dennis! Alex? Ik heb zoveel geluk gehad vandaag. Oh, diamonds! Dat is niet normaal! Heb je alles gevonden? Heb jij nu pas jouw eerste diamonds gevonden? Ik heb nu pas mijn eerste diamonds. Ik moet lapis lazuli nog. Ik heb, ik moet ook nog netherite. Wat heb jij dan? Zal ik je vertellen welke ores ik allemaal heb? Ja, wacht even. Ik ga even me veilig bouwen. Ik zit in een of andere grot. Ik heb een emerald ore. Ik heb een coal ore. Ik heb daarnaast nog een iron ore. Een displayed redstone ore. Een displayed gold ore. Een displayed diamond ore. Ik heb er zelfs meerdere van. Ik heb een displayed lapis lazuli ore. Ik heb een copper ore. Ik heb een nether quartz ore. Een nether gold ore. En daarnaast heb ik ook nog ancient debris. Je hebt alles. Ik heb alles. Oh, dat betekent dat jij de challenge hebt gewonnen. Ik ben nog niet eens in de nether geweest, überhaupt, hè. Wow. Oh, nee, hoe dan? Oh, gefeliciteerd, Alex. Dat betekent dankjewel. Dat jij al mijn ores mag houden. Ik kom met mijn enderkist naar jou. Alex. Ja? Je staat een beetje in de brand. Waar heb je het over? Oké, nou, in ieder geval, ik pak mijn kist erbij. Kijk eens aan. Deze allemaal. Oh. Ik was zo lang aan het zoeken. Ik kon gewoon geen diamonds vinden. En ook geen lapis lazuli. Anders je ging wil het niet ik weten heel erg hoe makkelijk. Vaak ik diamonds ben tegengekomen vandaag. Dat is echt niet normaal. Ik ben nog nooit zo snel zo vaak diamonds tegengekomen. Hé, hey, die is van mij. Hé, hey, nu heb ik het ook. Ja, ik mis alleen de lapis lazuli nog. Kijk eens aan, Alex. Hier, deze, 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 deze. Deze mag je ook hebben. Mijn eigen pickaxe. En mijn armor. Oh, let's go. Letterlijk alles gewonnen, oké. Gefeliciteerd. Doei.